Ole Tobias, het bekeravontuur zit erop na deze 1-4 nederlaag tegen VVV Venlo. Waren ze gewoon simpelweg een maatje te groot vandaag? Nee, zo leek het wel, ja. Komen wel goed uit de startblokken, komen terecht 1-0 voor. Maar na de 1-1 en met name na rust, omdat je dan met een 2-1 achterstand de rust in gaat, ja, daar zijn we niet echt bovenop gekomen. Je zegt het al, jullie begonnen goed. De eerste 10 minuten kwamen ook verdiend op voorsprong. Daarna leek het ietsje weg te zakken. Ja, maar dat kan. Je kwam niet echt in het duel. Ondanks dat je wel compact stond, gaf je niet echt kansen weg. Maar we konden ook niet de bal vasthouden. En dat is wel iets wat we moeten verbeteren. Als we onder druk komen te staan, dat we wel nog steeds rustig blijven. De juiste keuzes maken. Dat we ook gewoon de bal moeten vasthouden. En niet in één keer raken moeten gaan spelen. Maar goed, het is gebeurd. We moeten nu vooruit kijken. En maandag moeten we weer klaarstaan. Was het het moment dat de wedstrijd beslist heeft, misschien wel die goal op slag van rust? Ja, als je het nu bekijkt wel. Ja, dan zijn we niet echt bovenop gekomen na de 2-1 inderdaad. We hebben één moment gehad in de tweede helft bij 3-1, waar je terug moet komen. Om het nog spannend te maken, waar je 3-2 moet maken. Die maak je niet. En de aanval daarna, dan maken ze 4-1 en dan is het klaar, ja. Dat was inderdaad wel een beslissend moment. Dat was een prima aanval, alleen iedereen leek niet te willen schieten. Ja, ik weet niet wat het was. Balletje breed en niemand schoot op goal inderdaad. Dan moet je gewoon op 3-2 komen. Dan kun je zelf terugvechten in de wedstrijd. En dat gebeurt niet. Dan krijg je ook nog de 4-1 om te horen en dan was het klaar. Jullie hebben na de wedstrijd bij Cambuur laten zien dat jullie je goed kunnen oprichten en volgende wedstrijd er weer kunnen staan. Is dat nu de missie? De eerste seizoen zelf maandag net zo mooi afsluiten als dat die eigenlijk de hele seizoen zelf al is? Nee, zeker. Jammer dat we niet een beter resultaat hebben kunnen neerzetten vanavond. Ik had natuurlijk wel gehoopt dat we verder konden komen. Maar nu ligt alle focus op Jong PSV aanstaande maandag en de competitie. En maandag moeten we weer staan en weer laten zien dat we als ploeg hier overheen kunnen komen. Nog één potje en dan die ultra korte winterstop. Ja, maandag 3 punten inderdaad. En dan genieten in de kerstvakantie van een paar dagen. En dan inderdaad na een korte vakantie. En dan moet je weer 2 januari klaarstaan. Zeker de Graafschap. Dankjewel, veel succes.